Leonardo da Vinci. En dat ben ik. Al eeuwen dood, maar wat een wereldgenie die man. Hij werd een paar honderd jaar geleden geboren in Italië. Italië. En hij kon echt alles, die Leonardo. Oh, no. Hij was een beroemd schilder, architect en uitvinder. Waterfietsen, duiken pakken en joehoe, kattenpulten. Mamma mia. Wat een knappe kop. Eeuwen geleden vond hij al een soort helikopter uit. En een parachute. Hij vond een houten machinegeweer uit en een tank. Maar één ding had ik nog niet uitgevonden. De stoppidol en de bogenbrug. Buongiorno. Beste kinderen van de Sint-Jan-school in Amsterdam. Daar ben ik weer. Leonardo da Vinci. Maar dat weten jullie wel. We gaan alweer naar week 5 van het project. En in week 5 van het project zit ik eigenlijk alleen maar met mijn hoofd te denken. Te denken. Hoe bestaat alles? Ik heb bijvoorbeeld hier bedacht. Kom even kijken. Kan jij dat zien? Als hier is bijvoorbeeld de zon. Zo tekenen wij altijd zon. Dan moet hier ergens maan zijn. En hier ergens aarde. Zon is in echt is veel groter, hoor. In het echt is zon heel erg groot. Maar zit maan tussen en zit aarde tussen. En de zon die hangt in het heelal. Of je zegt ook wel de ruimte. Ja, dat is de ruimte. Is oneindige ruimte. En daar hangen allemaal in planeten en sterren. Aarde, de aarde, onze aarde, is ook een planeet. En de maan is een planeet. En de zon is eigenlijk de belangrijkste van allemaal. Want als de zon er niet was, zouden wij niet op aarde kunnen leven. Dus zonnetje, bedankt dat jij er bent, hè. Grazie, zonnetje, fijn zonnetje. Het is weer lente, zonnetje gaat weer schijnen. Is fijn, hè, zon. Zon is heerlijk. En ik heb zitten denken, ik zal vertellen, vroeger dacht ik, mensen, aarde is plat. Waren nog een beetje dom. Dachten deze grote pannenkoek. Moest je zo naar de rand, kon je zo eraf vallen. Maar waar je heen viel, wist niemand. Ja, dachten ook, ja, heelal. Maar is niet goed, hè. Aarde is rond. Aarde is rond, weet je wel. Moet het lichtje nog blijven branden, Antonella, of mag lichtje uit? Hebben ze al gezien, hè? Gaat Leonardo lichtje uit doen. Let op. Uno. Prasta! Is mooi, hè? Is niet te donker nou, Antonella? Ja, kinderen moeten mij wel zien, hè? Anders niet goed voor het filmpje. Gaat het wel, Antonella? Moeten we even stoppen? Gaan we gewoon. Nou, lekker lang filmpje dit. Maar ik heb dus zitten denken over wetenschap, dat noem je wetenschap. Wetenschap, dan zit je gewoon altijd maar te denken, hoe komt dit, hoe komt dat, hoe gaat zus, hoe gaat zo. Heb ik ook gedaan met het menselijke lichaam. Kijk, ik heb hier een modelletje van een mens. En ik, Leonardo da Vinci, ik doe maar weer een lampje aan, want ik kan jullie niet goed zien, hoor. Even een lampje aan, zo. Is misschien beter, hè? Ja, kunnen jullie mij weer goed zien? Is beter. Kijk, hier heb ik menselijke lichaam. En ik heb heel goed bedacht hoe dat menselijke lichaam in elkaar zit. Zitten allemaal, ja, je ziet hier je buik. Maar onder jouw buik zit van alles. Zit van alles. Heb ik heel lang over zitten denken. Heb ik hier bijvoorbeeld, misschien kan je zien hier mooie tekeningen van mij. Kan je een beetje zien? Ja, hier heb ik bijvoorbeeld allemaal, mensen hebben heel veel spieren. Dat noem je spieren. Zit in je lichaam spieren. Want als jij geen spieren hebt. Kijk, Leonardo heeft ook spieren. Hé, de lamp gaat aan. Oh, daar gaat hij. Allemaal wetenschap. Allemaal wetenschap. Gaat automatisch aan. Automatisch aan. Kijk, spierballen. Nou ja, valt wel mee. Maar hier zitten allemaal spieren. Waardoor jij jouw arm kan bewegen. Maar deze week gaan wij vooral hebben over het heelal. Over de ruimte, over de sterren, over de zon, over de maan.
En hoe komt nou? Heb jij wel eens gezien? Eén avond is de zon. Oh nee, ik bedoel de maan. De maan is een mooi rond bolletje. En twee avonden daarna is nog maar een half bolletje. En soms is de maan maar een heel klein, zo'n schijfje van een sinaasappel. Dat komt omdat de aarde en de maan die draaien om de zon. En dan staat de zon anders op de maan te schijnen. Dus als de zon helemaal op de maan schijnt, zien wij een mooie grote gele bol. En als we in een andere stand zijn gekomen, zien we maar een heel klein stukje verlicht. Ja, dat is, zo werkt dat. Maar gaan jullie deze week allemaal leren? Zullen we dat afspreken? Goed nadenken. En jullie moeten allemaal kleine wetenschappertjes worden. Je moet altijd je hele leven blijven denken. Denken, denken. Hoe komt dit nou? Hoe komt dat nou? Dat is heel interessant. En kan je allemaal mooi in jouw schetsboekje schrijven. Afgesproken. Ciao. Arrivederci. Was ik nog vergeten te zeggen. Je weet, ik vergeet eigenlijk nooit iets. Maar nu ben ik toch één klein dingetje vergeten. Ik ben nog vergeten te vragen wat er niet klopt in het filmpje. Dat is nummer 1. Maar ik heb ook al gezien. Ik heb gezien, stiekem gezien, dat heel veel kinderen al bezig zijn met een soort ruimteschip. Een capsule ruimte ding waarmee je zo naar de sterren kan vliegen, naar de maan kan vliegen, overal naartoe kan vliegen. En ach, ik ben zo jaloers op mensen van jullie tijd. Die kunnen nou met een raket en een capsule kunnen zij zo door de ruimte vliegen. Ik heb bijvoorbeeld grote vrienden, kijk eens hier, hoe heet die ook weer? Antonella, hoe heet die ook weer? Wubbo. Nee, andere. Pieter, nee. Ah, hoe heet die nou ook weer? Ah, is mijn grote vriend. Daarom vergeet ik zijn naam ook niet. Snap je, is een grote vriend. Is André Kuiper. Oh, mijn paard zit tussen het boek. Dom van Leonardo. Maar je kan, deze is een grote vriend en die heeft al heel lang in de ruimte gezeten. En ik zou graag willen, als jullie nu met de ruimteschip bezig zijn, ga mee door. Dan kan ik misschien ooit, als ik naar jullie school kom, in een van jullie ruimteschepen, kan ik zo, kijk hier een mooi plaatje. Hier een mooi plaatje ervan. Kan ik in een van jullie ruimteschepen, kan ik misschien ook door de ruimte vliegen. Oh, dat zou Leonardo fantastico vinden. Zullen we blijven dromen daarover? Is leuk, hè? Afgesproken. Ciao. Arrivederci.